Hallo mensen, Daan hier en welkom bij een nieuwe video genaamd. Genaamd. De game is genaamd Heroes of Sin 2, zoals ook hier te zien valt. Als hier te zien valt. Dit gaat nogal langzaam met die controller. Ik heb een PS3-controller opgehoekt zodat je niet met de WSD-toetsen loopt te gooien, want dan krijg je allemaal van die rare. Allemaal in zijn bocht maken, dan ziet het nogal. Je weet wel, met pijltjes toetsen. Op die manier. Niet best uit. Kijk, wat werkt in deze controller? Niet controller, nee, kan niet. Scrollen buiten wel, hiermee. Wieltje. Dan moeten we een gozer uitkiezen. Plaatje. Vrachtwagen. Volvo. Volvo, die bouwt wel redelijk. Auto's. Toch? Maar gewoon voor blauw, veel mooier. Bedrijfslogo. Je kan logo's kiezen. Kies voor die vlam. Licht, zware vlambaar. Wacht. My bad. Bedrijfsnaam, even kijken hoor. Bedrijfsnaam. Transport.inc. Wat? Even kijken hoe ziet dit eruit. Nou, doen we spaat tussen, oké. Dan gaan we mods gaan. Ik heb geen mods geïnstalleerd, ik weet wel dat ze er zijn. En zo, dus besturingswijze. Gamepad, joystick. Kijk hoor, dit zijn allemaal. Eenvoudig automatisch iets. Kijk omhoog, omlaag. Oh, kijk eens aan hier. Hey, ik ga hem bewegen op en neer. Daar gaat. Oké, koppeling gas. Wat is dit? Koppeling gas, wat is dat? Dode hoek. Om in een dode hoek te kijken. Scherm. Ik geloof het, we gaan het proberen. Ik heb dan al sinds vorige Steam Sale niet de Winter Sale die net hadden in de winter. Begin Rotterdam. Omdat ik de laatste ben geweest. Dat mag. Ik heb het al heel lang niet gespeeld. Ik heb het ooit een keer van de Store en een paar RP gehaald en een keer gespeeld. Maar ik heb hem al heel lang. En een tijdje. En ik dacht, we moeten eigenlijk eens even spelen. Ik denk dat ik nog een Bluetooth stick ga halen. Heb ik echt een driehoekje? Nee. Vierkantje? Nee. Kruisje? Nee. Groentje? Nee. En nou, dat is wat bedrijf. Zaagselpaneel naar het dorp van Popspet in Rotterdam te brengen. Voertuig geven en zal alle uitgaven verdekken. Laat niemand zakken en komt tijd aan. Enter. E om de motor te starten.
links en rechts kijken. Ja hoor, omhoog en om. Stuur werkt al perfect. Het geluid kan wel iets harder naar mijn mening op mijn headset. Wacht even, daar. Ja, dit werkt wel goed denk ik. Het is gewoon een kwestie om te wennen. Ik heb al een lading aan boord, dus ik zou draaien. Wow, 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 we zijn op de weg. En ik heb geen flauw idee. Ik had interieurcamera, wat is dat? 2, 3, oh. Dakcamera 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, wat is het, bestaat niet. Weer. En druk dan op enter of num enter om door te gaan. Het is een tijd gebruikte route advies. Dit zocht ik, ja. Doorgaan. Schade, brandstof, vermoeidheid, e-mail, aanduiding, tijd en geld. Inhoud van de geselecteerde data. Pagina. Paginaschakeling. Ja. De navigatiekaart toont je huidige positie door de blauwe paal. Met opdracht bezig bent toont ook de kortste route naar je bestemming. In het rood, op de legale manier, net zoals GTA dat doet. Dan geeft hij ook geen route tegen het verkeer in. Maar dat doe ik natuurlijk altijd wel. Onderaan de pagina staat de schatting van de resterende tijd en afstand. Je kunt ook kiezen uit verschillende zoomniveaus door F9 te drukken. Of de knop op je scherm. Oké. Richting aanwijzen, dat is de issue. En ik, dus, dat doet het ook niet. Dat moet even configureren, denk ik. Grafisch, even kijken hoe stel dat in elkaar. Ik speel op 1080p, geactiveerd, bla bla bla, helderheid. Hoog. Ik speel de hoogste settings, denk ik. Oké, toen nog even de besturing checken. Stuurgevoeligheid, dat kan wel iets minder, maar niet idee. Links, rechts aangeven. Moet je even doen. Richting aangeven. Kijk, kan dat niet ergens gegeven worden? Gameplay, staat dat niet hier ergens? Het zou ergens moeten staan. Of ik ben gek hoor, maar het zou ergens moeten staan. Ik geef nog één shot. Nee, er gebeurt echt niks. Volgens mij waren die paaltjes. Ja, maar het zou heel knap zijn als ik ze gewoon met mijn controller kan besturen. Dat staat nergens tussen namelijk. En het zijn de toetsen. Moet ik ze dan niet hier ingeven? Ingeven, dat klinkt ook, stom hè. Invoeren. In die camera. HUD-instellingen. Routewissers, cruise control. Secondaire, dat is de tweede knop die je ervoor kan toepassen. Zoals een G-knop die ik aan de linkerkant van het toetsenbord heb. Wat er trouwens 6 zijn. Linkrichting aanwijzer. Werkt dat? Joy hat. Alarmlicht. Even kijken, dat kan wel het laatste in 1 of zo, denk ik. Lichtmodi. Paas omhoog. Nou ben ik uit de paaltjes. Hoog. Als ik dat voor de lichten haal, alarmlichten op het driehoekje, dat is toch goed, denk ik.
rood licht is een omhoog. Dan is dit omlaag. Links, rechts, naar beneden. En rood licht. Flexen. Als ik zo raai, dan dat is deze knop. L3. Heb ik niet ergens een L3 al toe? Pas nee. Luchthoorn. Wat is dat nou? Die van mezelf? Nee. Omhoog. Zo gevoelig zijn. Ruitenwissers die kunnen we wel met vierkantje gebruiken. Koerscontrole doen we niet. En we gaan even kijken hoe ver dit werkt. Nou, toeter doet het. Hondje doet niks. Kruisje doet niks. Dat zijn die F5. Daar voelde het driehoekje wel toepasselijk voor. Gewoon zo. Oké, nice. Moeten we hier rechts afslaan? Afslaan. Oh, ik neem het hele weg, daar kan ik niet gebruiken. Eigenlijk kijk ze beter aan de R-knoppen. R1 en de L1 toewijzen. Mijn idee. Wat was dat? Oh, je rijdt er rood, gozer. Moet ik hier naar links? Ja, toch? Nee, dus dat iemand foto's te maken. Oké, dat is wel nice gedaan, deze game. In ieder geval met de controller. Gewoon, dat het allemaal gewoon werkt ook nog. Zonder super vrachtaflevering. Hier verlies je echt waardevolle ervaringspunten. Hier heb ik geen richtingaanwijzer nodig. Even de bocht maken. Oké, overslaan, ja klopt, maar nu krijg ik punten die je anders niet krijgt. Dit vind ik eigenlijk best wel een pain in the ass. Mijn vader kan het echt heel goed dit, achteruit draaien met een aanhangwagen en zo. Het is ook best wel moeilijk, hè? Maar hij heeft ook vroeger heel veel op een tekker gezeten en zo. Dan moet ik hem op een hele net. Oh, ik stond best goed net. Iets verder. Kunnen we hem accepteren dan? Nee, hij moet echt net dan voor. Wacht eens even. Het is een stuk beter. Nou, ik voeg het weer op. Ik ga de verkeerde kant op. Als we nou eens deze. Nee. Verder? Ja, niet. Ja, niet. Ik ben een slingeraapje, echt serieus. Nou, ik kilde er 15 minuten voor nodig, maar dat is op zich wel logisch met allerlei stoplichten en zo, weet je. Als je al doorgaat tot een arts in Heergewaard, geloof ik. Moet ik doen, laatst. Op de fiets gaat omdat het sneller is. Maar goed, als we weer een level up zijn, dan kunnen we kiezen of wat we voor skills we willen leren. Dus chemische troep of zware lading. Dan kun je dan skill point voor doen of zoiets.